Waarschuwing. De volgende verhalen kunnen nogal erg angstig zijn. Kan je niet tegen enge verhalen, dan raad ik je toch aan deze video even niet te kijken. Dankjewel. Dag dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze video. Deze keer in de vierde aflevering van de serie Paranormaal vertel ik 3 bijna doodervaringen die mensen hebben gehad. Wat zagen ze en wat voor gevolgen heeft dat gehad? Laten we snel beginnen. Volgens onderzoek heeft 1 op de 10 mensen een bijna doodervaring gehad. Hoe voelt een bijna doodervaring? Je kent de verhalen vast uit films, alsof je zweeft. Je leven speelt zich in een fractie van een seconde af. En er is licht aan het einde van de tunnel. Wat blijkt? Deze ervaringen bestaan echt. Volgens onderzoek komen bijna doodervaringen nog veel vaker voor dan men aanvankelijk dacht. Ongeveer 10% van de mensen heeft iets dergelijks meegemaakt volgens de onderzoekers. Wat nu volgt zijn 3 bijna doodervaringen. In verband met de privacy zal ik geen namen noemen. Als het wel het geval is, is deze naam fictief. Nummer 1. Het was onze kersverse puppy die maar bleef proberen om me wakker te krijgen en me uiteindelijk uit een diepe slaap haalde. Ik was enkele dagen ervoor geopereerd. Een drastische ingreep, maar niet uitzonderlijk. Ik lag in het ziekenhuisbed dat we beneden in huis hadden laten installeren. Ik voelde me heel moe en had veel pijn, maar was dus toch in slaap gesukkeld. Ik gleed weg tot mijn hond op mijn bed sprong en zo mijn leven bleek gered te hebben. Ik viel namelijk meteen daarna enkele keren flauw en besefte dat ik niet oké was. Ik had ook het gevoel dat al mijn bloed wegliep. Ik voelde mijn vingers leeglopen. Ik kan het niet anders omschrijven. En dat bleek effectief het geval. Ik had een ernstige inwendige bloeding, stelde de arts wat later vast. En ik werd in alle ijl met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg ik eerst vocht, daarna bloed en plasma en werd ik opnieuw geopereerd. Het was alles of niets. Ik lag op de operatietafel en toen gebeurde het. Ik herinner me heel duidelijk een warm gevoel en werd omringd door licht. Helemaal anders dan die typische donkere tunnel met licht aan het einde. Maar verleer een bad van licht en liefde. Het licht kwam van alle mensen voor wie ik goed was geweest. Hoe dichter het licht kwam, hoe meer mensen ik herkende en hoe groter het gevoel van liefde. Het was uiteindelijk mijn oom, die overleed toen ik 8 was, die me terugstuurde. Ik hoorde hem zeggen dat ik nog dingen te doen had. Dat ik nog een taak had hier beneden. Ik heb inderdaad een zoon met autisme die me nodig heeft. Maar ik werd teruggestuurd voor nog andere dingen. Goed doen voor anderen. Later zou ik van de arts horen dat mijn leven tijdens die operatie echt in gevaar is geweest. Dat ze me echt bijna kwijt waren. Nummer 2. Op 23 september 1978 krijg ik de eerste weeën. Op dat moment ben ik 9 maanden zwanger van wat later zou blijken onze tweede dochter. De hele zwangerschap is volgens het boekje verlopen. Na enige tijd gaan mijn man en ik samen met de verloskundige naar het ziekenhuis. Ik word naar de verloskamer gereden. Regelmatig wordt er door de verloskundige geluisterd door de grote houten toeter. De vliezen worden gebroken.
Het wordt heel stil op de verloskamer. Iedereen loopt door elkaar heen. Er wordt snel en zacht met elkaar gesproken. Op mijn vraag wat er aan de hand is, krijgen nog ik, nog mijn man een antwoord. De weeën vallen weg. Maar ik voel me goed. Ondertussen is ook de gynaecoloog erbij gekomen en nog meer verplegend personeel. Wij weten niets. Er wordt mij gezegd te gaan persen. Ik heb geen persweeën. Dat is niet aan de orde. Er wordt gerammeld met tangen, scharen, bakjes, doeken. Mijn man gaat onderuit. Wordt de verloskamer uitgetrokken en op de gang neergelegd. Ineens merk ik dat ik van bovenaf naar een vrouw kijk die op een bed ligt met haar benen in de steunen. Ik zie paniek bij de verplegers en doktoren. Ik zie veel bloed op het bed en op de grond. Ik zie dat er met grote handen heel hard op de buik van de vrouw wordt gedrukt. En dan zie ik dat er een kind wordt geboren uit de vrouw. Het kind wordt direct meegenomen naar een andere kamer. Er is verslagenheid bij de verplegers. Iedereen wacht af. Mijn hoofd valt met een harde klap naar achteren als het hoofdkussen met een vaart wordt weggehaald. En weer zie ik grote drukte. Ik schiet pijlsnel door een donkere tunnel. Er overstroomt mij een groot, vredig, gelukzalig gevoel. Ik voel me intens tevreden. Gelukkig, stil en vredig. Ik hoor prachtige muziek. Ik zie mooie kleuren en prachtige bloemen in alle mogelijke kleuren in een grote weide. Aan het eind is een mooi, helder, warm licht. Daar moet ik naartoe. Ik zie een wezen in een licht gewaad. Het wezen wacht op mij en steekt haar hand uit. Ik voel me warm en liefdevol opgewacht. We gaan hand in hand op weg naar het mooie en warme licht. Dan laat ze mijn hand los en draait ze zich om. Ik voel me teruggezogen. Ik moet terug. Ik merk dat een verpleegster hard op mijn wangen slaat en mij roept. Na enige tijd weet ik waar ik ben en weet ik ook dat het met mijn kind niet goed is. Onze dochter leeft niet. Of leeft niet meer. Wat doet deze terugkeer mij pijn? En wat wil ik graag terug naar? Ja, naar waar? Deze wereld gaat door. De medische oorzaak voor mijn bijna doodervaring is het bloedverlies dat tijdens de bevalling is opgetreden. Dat bloedverlies is in eerste instantie niet opgemerkt of onvoldoende opgemerkt door het verplegend personeel. Waarschijnlijk was iedereen gericht op het baren van het kind. Pas op het laatste moment worden er maatregelen getroffen door het kussen onder mijn hoofd vandaan te trekken, mij van bloed te voorzien en dat heb ik allemaal niet meer gezien. Ik was toen al in het paradijselijke paradijs. Eenmaal teruggekeerd uit die mooie wereld, uit deze ervaring, was de ontvangst hier in deze wereld koud, kil en vooral liefdeloos. De verplegende aan wie ik probeerde te vertellen wat ik voor moois had meegemaakt, deed dit af met de mededeling dat ik weldra nog wel wat medicijnen zou krijgen. Zodat ik lekker kon gaan slapen en dat het dan wel over zou zijn. Voorbij? Over? Dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde het juist niet over. Niet voorbij. Ik wilde erna terug. De gynaecoloog meldde mij dat ik nog jong was, dat ik nog genoeg kinderen zou kunnen krijgen en dat ik gewoon verder moest en maar vooruit moest. Ik hield op om mijn verhaal te vertellen. Ik vond het al zo moeilijk om mijn woorden te vinden voor mijn ervaring. Hoe konden woorden aangeven wat ik had ervaren? Maar wat dan? Waar kon ik mijn verhaal dan wel kwijt? Wat was er met mij aan de hand? Was ik gek geworden? De enige aan wie ik mijn verhaal tot vervelens toe mocht vertellen, was mijn echtgenoot. Hij luisterde, stelde vragen, maar wist zelf ook niet wat ik nu had meegemaakt en wat ik ermee aan moest en hoe het heette en of ik de enige was met zo'n ervaring. Wat ben ik daar toen en ook nu nog blij mee, dat hij zo kon luisteren.
Mijn bijna doodervaring heeft niet mijn relatie op het spel gezet. En ik weet nu dat zoiets heel kostbaar is. Maar het voelde wel alsof ik de enige was die zoiets had meegemaakt. Niemand in deze wereld die iets aan mij vroeg, iets wilde weten. Nu was dat in mijn geval ook moeilijker, want hoe moet je reageren als je een geboortekaartje verwacht en er komt een rouwkaart? Dat is voor veel mensen al moeilijk. Laat staan dat een ervaring zoals die ik had meegemaakt gehoord kon worden. Ik leefde in die tijd als een robot. Ik zorgde wel voor mijn man en onze eerste dochter, liet de hond uit, maar ik was er niet bij. Ik was bij mijn ervaring. Hoe kon ik daar weer komen? Waar kon ik zulke mooie muziek horen? Zulke mooie kleuren zien? Zulke mooie bloemen vinden? Zulk mooi licht zien? Zoveel onvoorwaardelijke liefde ervaren? En was ik dan gek dat ik zo dacht? Wat was er met mij aan de hand? In mijn eigen afstudeerscriptie schrijf ik als belangrijke aanbeveling voor hulpverleners: had ik maar 1% mogen ontvangen van al deze raadgevingen zoals die tegenwoordig in boeken en artikelen over bijna doodervaring terug te vinden zijn. Ik zou er zo dankbaar voor zijn geweest. In 1978 was de hulpverlening blijkbaar nog niet zo op peil als nu. Maar behalve gewone verpleegkundigen, de gynaecoloog en de verloskundige, heb ik niemand gezien. De huisarts is niet geweest, ook niet na enige weken. Hij heeft geen contact met me opgenomen. Nam hij aan dat alles goed ging met mij? Ik ging ook niet naar hem toe. Want wat moest ik hem vertellen? Ik had de conclusie getrokken dat mijn ervaring niet normaal was en dat je er maar beter over kon zwijgen. De controle bij de gynaecoloog verliep gewoon. Mechanisch zat ik nog goed in elkaar en dat was voldoende. Er werd niet verder gevraagd en ik zweeg. Ik heb jaren in zwijgen en zoeken geleefd. En als ik dan eindelijk in de bibliotheek een boek vind waarin geschreven wordt over een bijna doodervaring, dan is het voor mij niet voor te stellen dat ik zo'n ervaring heb meegemaakt. Dat kon toch niet? Ik geloofde mezelf ook niet meer. Slechts heel langzaam durfde en kon ik mezelf gaan geloven. Mijn ervaring voor echt aannemen en kon ik gaan accepteren en integreren. Dat was niet gemakkelijk. Ik had in de loop van de jaren een aardige overlevingsstrategie ontwikkeld, of beter gezegd, een vluchtstrategie. Vluchten voor mijn gevoelens. Vluchten voor mijzelf. Ik ben steeds meer werk op me gaan nemen. Daarnaast ging ik zeer fanatiek sporten. Hardlopen nog wel. Hoe symbolisch. Ik liep immers weg van mijzelf en van mijn bijna doodervaring. Dat ging in de eerste tijd nog goed. Ook volgens de begrippen van deze wereld. Ik stond nogal eens als overwinnaar met bloemen in mijn handen. Maar ook dat waren niet de bloemen waarnaar ik naar op zoek was. Ik kreeg steeds meer moeite met de mening van anderen, van collega's. Ik kwam steeds meer in conflict met mijzelf, met wat mijn gevoel zei en met wat ik wist. Het ging allemaal steeds moeilijker. Mijn lichaam greep in. Via overwerkt, overspannen, naar mijn gevoel opgebrand te zijn, werd het een depressie. Ik kwam onder behandeling bij een homeopathisch werkende psycholoog. Toeval bestaat immers niet. Hij is de eerste hulpverlener die luistert naar mijn verhaal, naar mijn ervaring. Hij houdt het ook voor waar en vindt het gewoon. Maar dat is dan inmiddels ruim 20 jaar na mijn bijna doodervaring. Hij raadt me aan mijn ervaring te tekenen, op te schrijven, er in ieder geval ermee bezig te zijn. Met hem heb ik een boeiende reis in mezelf gemaakt. Alles wordt geaccepteerd en is gewoon. Ik ontdek dat ik niet gek ben, maar dat ik veranderd ben door mijn bijna doodervaring. Daarom is mijn angst voor de dood totaal verdwenen. Wat een verschil met de jaren voor mijn bijna doodervaring. Jaren waarin ik heb geworsteld met de dood en met angst voor de dood. Daarom heb ik moeite met het begrip tijd.
De tijd ben ik nu altijd kwijt, in tegenstelling tot daarvoor, toen ik met de klok leefde. Daarom is materialisme niet belangrijk voor mij. Daarom telt voor mij alleen onvoorwaardelijke liefde. En die had en heb ik bij mijn man. En toch las ik weer onlangs in een studie dat er bij de mensen geen onvoorwaardelijke liefde kon zijn. En mij willen ze niet geloven. Daarom voel ik mezelf soms een buitenstaander. Daarom ben ik, meestal in vakanties, zo op zoek naar landschappen, naar kleuren en bloemen die ik gezien heb en maar niet terug kan vinden. Daarom kan ik slecht tegen ruzie. Ik wil naar die vredige omgeving. Ik kan ook geen ruzie maken. Nu ik mijn reis in mezelf heb gemaakt, tot waar ik op dit moment ben gekomen, ben ik blij met mijn bijna doodervaring. Ik accepteer die als iets moois dat ik heb mogen ervaren, dat mij rust geeft, die mij mijzelf laat zijn, inclusief mijn ervaring. Het is goed nu te leven met mijn ervaring. Door mijn bijna doodervaring te integreren, wordt deze wereld alleen maar beter. Pas vanaf de tijd dat ik mijn bijna doodervaring begon te accepteren en te integreren, kan ik weer een beetje blij zijn met het leven hier. Mijn gedachten en gevoelens zijn toch relevant. Ze zijn niet raar of gek. Ze zijn nodig om door de weerwaar heen bij mijn eigen identiteit te komen en niet bij die van de massa. Het betekent wel dat er nog een taak voor mij ligt om de bijna doodervaring verder bekend te laten worden bij de mensen. En dan vooral bij hulpverleners. Uit mijn eigen kleine onderzoek bij huisartsen in mijn woonplaats is tot mijn teleurstelling gebleken dat velen van hen nog steeds niet weten hoe te handelen als iemand een bijna doodervaring heeft gehad. Maar het belangrijkste voor mij is nu dat ik mag zijn wie ik ben met mijn ervaringen. Ik ben wie ik ben. Niet meer. Maar ook niet minder. En dat is goed. Nummer 3. Mijn eerste bijna doodervaring had ik toen ik een jaar of 12 was. De nacht daarvoor had ik hele lage bloedsuikers gehad. Ik had te veel insuline gespoten. Ik mocht daarna in mijn moeders bed verslapen. Ik had het benauwd en bleef maar hoesten. Ik wilde dat het ophield en ik sloeg heel hard op mijn borstkas, in de hoop dat het hoesten stopte. Ik voelde de klap niet, ondanks dat ik het geluid ervan wel heel hard hoorde. Ineens zweefde ik met mijn rug tegen het plafond en zag ik mezelf liggen. Ook zag ik mijn ouders die beneden ontbijt aan het maken waren en mijn zusje die op haar kamer speelde. Nu ben ik dood, dacht ik nog. Ik voelde me licht en vrij. De druk op mijn borst was weg. Ik voelde me totaal niet meer verbonden met het lichaam dat nog op het bed lag. Het leek niet eens van mij. Het was leeg. Toch viel ik ineens heel hard terug in mijn lichaam. Ik heb er met niemand over gepraat, maar ik had wel het gevoel dat mijn bewustzijn daarna heel erg vergroot was. Ik voelde veel meer dingen aan, vooral gevoelens van anderen. De tweede bijna doodervaring had ik nadat mijn zoontje met een spoed keizersnede een maand te vroeg werd geboren. Er was een ader in mijn buik niet gehecht. Deze stond nog steeds te spuiten toen ik terug mocht naar mijn ziekenhuiskamer. Ik had het koud en noemde dat ook, maar er werd wat gemompeld. Ik kreeg een dekentje extra, maar toen kreeg ik het echt ijskoud. Alsof er ijs door mijn aderen heen trokken. Ik heb het zo koud, probeerde ik nog bibberend aan te geven. Maar niemand deed iets. In de kamer aangekomen, werd ik aan de monitor gelegd. Mijn bloeddruk was erg laag, evenals mijn hartslag. Er werd een snelle echo gemaakt. Er zit nog bloed in de baarmoeder, zei de gynaecoloog. Dat moeten we eruit duwen. Nee, probeerde ik te gillen. Je mag niet op mijn buik duwen. Toch moet het eruit, zei de gynaecoloog streng. Mijn man moest mijn armen vasthouden, want het kon een beetje pijn gaan doen. De gynaecoloog zette haar handen vol op mijn buik en duwde zo hard. Ik schreeuwde, niet met mijn stem, maar het was alsof mijn ziel schreeuwde. Ik hoorde de echo en knalde uit mijn lichaam, zo het universum in.
Ik ging niet door een tunnel van licht. Ik hing midden in een sterrenstelsel, met de mooiste kleuren. Het was adembenemend. Ik voelde me warm en veilig, omringd door liefde, alsof ik na een koude dag ingepakt was in honderden zachte dekbedden. En toch voelde ik mijn lichaam niet. Ik voelde me een lichtpuntje, maar wel een die overal tegelijkertijd was. Alles waar ik naar keek of waar ik aan dacht, werd uitvergroot. Een korrelsant in Afrika. Ik zag zijn hele leven. Hoe het was om heen en weer te waaien. Nat te worden, te verbinden met anderen. Gebruikt te worden. En die zandkorrel was gewoon tevreden. Alles was oké. Ik keek van een afstand naar de wereld en zag dat iedereen en alles een functie heeft. Dat alles verbonden was. Het was zo prachtig. Alsof het licht aanging. Zo'n gevoel heb je soms misschien wel eens gehad als je mooie beelden van de natuur op deze wereld bekijkt. De immens grote bergen, de watervallen, de verschillende landschappen. Dan voel je je zo klein, maar ook zo dankbaar dat je hier bent. Dat voelde ik, duizend keer uitvergroot. Ik bleef er een tijdje hangen, kijkend naar wat ik mooi vond. Het voelde als een echt thuis. Toen zag ik mijn moeder op de gang van het ziekenhuis, mijn man die gek leek te worden en mijn zoontje ergens verderop in de couveuse. Ik voelde hun pijn niet. Ik wist dat ze het hadden, maar het deed me niet veel. Hier was alles zo fijn. Ik wilde blijven. En toch was er een klein stemmetje wat zei: "Ja, maar je kunt je man niet alleen met een baby achterlaten. Dat kan hij niet aan." Ik voelde me verantwoordelijk en besloot om dan toch maar terug te gaan. Daarna weet ik alleen nog dat ik de sjaal van mijn moeder herkende. De rest zag ik niet. Ik bleef ook maar trillen en zeggen dat ik het zo koud had. Inmiddels was ik geopereerd. De ader was gehecht en ik had een flinke bloedtransfusie gehad. 'S Nachts, na wat geslapen te hebben, heb ik mijn man nog wakker gebeld. Er is zoveel meer. Er is zoveel liefde. Maar niemand heeft het door. Maar er is zoveel meer. Ik was in de war. Het gevoel was nog zo vers, maar ik kon er niks mee. Mijn lichaam zat vol vocht. Ik was enorm zwak, maar ik voelde me in mijn hoofd wel heel krachtig. Ik wist zeker dat ik mijn eigen gevoel nu ging voelen. Daarom ben ik later ook uit het ziekenhuis gevlucht. Dat was mijn gevoel. Als ik hier blijf, ga ik zeker dood. En thuis werd ik weer beter. Ik ben niet bang voor de dood, maar wel om mijn man, zoon en beestjes achter te laten. Het is na flink wat gesprekken al een heel stuk minder. Het is oké om dood te gaan. En voor de achterblijvers is dit ook een groeimoment. Wat mij erg hielp, was toen ik in een gesprek hoorde dat iedereen doodgaat en dat niemand vaak weet wanneer. Dat het voor de achterblijvers ook een groeimoment is. Dat ik mezelf ook geen diabetes, kanker, depressie, een scheiding van mijn ouders etc. had toegewenst toen ik jong was. Ik wens mijn zoon ook geen dood van zijn moeder toe, maar ik heb het wel allemaal overleefd. Zoals mijn zoon het vast ook zou overleven, wanneer het mijn tijd is. Iedereen heeft verdriet in zijn leven. Dat slijt. Het gaat misschien nooit weg, maar het maakt je ook wie je bent. Zonder al die shit die ik heb meegemaakt, was ik nu misschien niet zo sterk om mijn eigen pad te kiezen. En dat geeft troost. Dit waren de 3 bijna doodervaringen. Hopelijk vond je de verhalen inspirerend. Mocht je mijn stem vaker willen horen, dan staat het jullie natuurlijk ten alle tijde vrij te abonneren op mijn kanaal. En heb je nou zelf een verhaal? Aarzel dan niet en mail dan naar dit e-mailadres. Of stuur me een persoonlijk bericht via Instagram. Beide adressen staan nu in beeld. Bedankt voor het luisteren, vrienden. En graag tot de volgende keer.